Hallo allemaal en welkom terug. Mijn naam is Fidi Jood en ik ben een beetje aan het experimenteren met Screencastify. Dat is vreselijk leuke software, daar kun je van alles mee doen, waaronder rechtstreeks uploaden naar YouTube. En ik moet zeggen, dat bevalt eigenlijk wel. Het is niet helemaal gratis, maar het kost echt niks. Volgens mij ben je voor een jaar abonnement ben je $20 of $25 of zoiets kwijt. Het is leuk speelgoed. Ik ben Fidioot. en ik ben een diehard fan. Een keiharde fanboy van deze mevrouw. Burgemeester Femke Halsema. De allerleukste burgemeester in de hele wijde wereld. De allerbeste burgemeester in de hele wijde wereld. Of all time. Ik vind haar gewoon een fantastisch mens. En ik vind haar leuk in interviews. Ik vind haar politics vind ik leuk. En ja, ik geef het eerlijk toe. Het is niet verkeerd. Ik heb er geen last van dat ze er zo fantastisch goed uitziet. Moet je nou toch eens even kijken. Like a million bucks. Ja, ik vind het leuk. Als gezicht van Amsterdam. Helemaal super. Helemaal fantastisch. Burgemeester Halsema en ik zijn ongeveer dezelfde leeftijd. En we hebben min of meer dezelfde achtergrond. Zij komt, tegenwoordig noem je dat, een extreem PvdA-gezin. Alle twee haar ouders waren diehard PvdA-stemmers en actief voor de partij. Mijn ouders waren ook zo. Ik ben een beetje aan het experimenteren met dit YouTube-kanaal. En ik dacht van, goh, wat ga ik er nou eens mee doen? En ik heb meerdere dingen geprobeerd. En dan neem ik wat video's op en die gooi ik weer weg. En meestal worden die door niemand bekeken. En nu wilde ik wat leuke movie reviews gaan doen. En vandaag, nu, deze video, gaan wij een spoiler review doen voor een nieuwe film die pas uit is. En die film die heet The Report. Als je op images klikt, dan kun je daar wat plaatjes van zien. En zoals je ziet, deze jongeman zit erin. En dit is Adam Driver. Ik vind hem een goede acteur. Ik weet niet wat andere mensen ervan vinden. Maar goed, waar gaat de film over? Nou, dat staat hier. FBI agent Daniel Jones performs an exhaustive investigation into the CIA's use of torture on suspected terrorists in the aftermath of the 9/11 attacks. The CIA adopted new interrogation techniques. Nou, het waren geen nieuwe ondervragingstechnieken, het was gewoon torture. Wie deden dat allemaal? Nou, dat deden Bush en Dick Cheney en Donald Rumsfeld. En het staat hier ook netjes. Het is een eufemisme. Hè? Het is een nette manier om te zeggen, we zijn mensen aan het martelen. En dat is wat Amerika ging doen. Gewoon met mensen in wildvreemde landen van de straat plukken. Zakken over je hoofd. En dan eindig jij hier in Gitmo. Dat is het Guantanamo Bay Detention Camp. Als je mazzel hebt, als je pech hebt, dan eindig je Black Sites, Wikipedia. Black Sites, dat zijn geheime locaties. Dus dat is niet Gitmo. Gewoon ergens in Polen of ergens in Syrië huren de Amerikanen of huurt de Amerikaanse overheid een kerker, daar komt een beetje op neer. Een soort gulag. En daar word jij vervolgens afschuwelijk gemarteld. Om allerlei redenen. Presumably om informatie van jou te krijgen. Maar we doen al jaren onderzoek naar het martelen van mensen. Dat klinkt al eng genoeg dat we er jaren onderzoek naar doen. Maar op het moment dat jij mensen gaat martelen geloven, dan vertellen ze je gewoon wat je wil horen. En onderzoek wijst inderdaad uit dat martelen helemaal geen enkele zin heeft. Het is goed als angst en terreurmiddel. Maar andere dingen bereik jij er niet mee.
Direct na de aanslagen op 11 september besloten Donald Rumsfeld, Dick Cheney, van hey, weet je wat we gaan doen? The gloves are coming off. We're gonna play dirty. We gaan niet meer netjes spelen. Je kunt je afvragen of Amerika dat ooit deed, natuurlijk, in Vietnam, in El Salvador, in Guatemala, in Brazilië, in Argentinië. De Amerikaanse overheid heeft de nare gewoonte om hele enge junta's en regimes te steunen, die min of meer standaard mensen aan het martelen zijn. En dat is echt al 10 jaar gaande, echt vanaf de Vietnamoorlog. Sterker nog, na de Tweede Wereldoorlog, kort na de Tweede Wereldoorlog, waren de Amerikanen al aan het experimenteren samen met nazi-dokters. Opgevangenen. Kijken of we mensen zo gek kunnen krijgen, zo opgefokt, zo beschadigd kunnen krijgen, dat ze antwoord geven op vragen die we hebben. Of andere gekke dingen voor ons doen. Sterker nog, de Amerikaanse overheid is zelfs bezig geweest met het martelen van hun eigen militairen. Mensen grote hoeveelheden LSD geven of ander vergif. Gewoon puur om te kijken wat er gebeurt. Ja. De martelingen, ze gingen jarenlang door. Er waren een hele hoop FBI-agenten die erover aan het klagen waren. Die zeiden, dat werkt helemaal niet. Als je een verdachte ondervraagt, dan moet je juist een vertrouwensband met die verdachte opbouwen. Wat je hier aan het doen bent, dat zijn verregaande mensenrechten schendingen. Ik wil hier niks mee te maken hebben. En er zijn ook een hele hoop mensen ontslagen en vervolgd, omdat ze hun mond hierover open deden. Ze zeiden, hallo, ik wil niks te maken hebben met martelen. En stapten naar de pers. En in Amerika word je dan vervolgd. Klokkenluiders worden heel heftig vervolgd in de Verenigde Staten. De mensen die echt aan het martelen waren, niemand, maar dan ook niemand, is vervolgd en veroordeeld. De mensen die aan het klokkenluiden waren over deze vele misstanden, over deze mensenrechten schendingen, daar zijn er een hele hoop van vervolgd. Jaren later, als het al min of meer publiek geheim is en iedereen heeft al 10 documentaires gezien en allerlei andere gruwelijke dingen gelezen en gehoord over dit torture program, dit zogenaamde Enhanced Interrogation Programma. Dan besluit senator Dianne Feinstein, dat is deze mevrouw die we hier zien. Zij wordt dan, zij zit in de Intelligence, Armed Services and Intelligence Committee of zoiets. Zij geeft dan de opdracht voor het doen van een groot onderzoek naar deze misstanden, naar de gedragingen van de CIA. En daar gaat deze film over, de report. Wie is Dianne Feinstein? Nou, ze is heel oud. Ze is 86, is ze. En ze is afschuwelijk rijk. Dianne Feinstein heeft een persoonlijk vermogen van $94 miljoen. Dus ze heeft heel veel centjes verdiend. Mevrouw Feinstein die wilde dit allemaal per se onderzoeken. En terwijl dat onderzoek liep, weigerde de CIA eraan mee te werken. De military, het Amerikaanse militaire apparaat, weigerde eraan mee te werken. En uiteindelijk rolt daar dan toch een rapport uit. En dat rapport was iets van 6.000-7.000 pagina's. En de CIA die begon vervolgens computers van de Amerikaanse senatoren, van de Amerikaanse senaat, van het Amerikaanse congres te hacken. Om te kijken van, wat is onze exposure? Tegen die tijd waren Bush, Cheney en Rumsfeld niet meer aan de macht. Die waren eruit en Obama was aan de macht. En de Obama-administration heeft maandenlang lopen kloten over wat er dan wel en niet van dat report, de report, gepubliceerd mocht worden. Wat er nou wel en niet bekend mocht worden bij het publiek. Dat is een beetje, zeg maar, de achtergrond. Dat is waar de film over gaat. Dat is
wat men probeert uit te beelden, zeg maar. Nou, alle vreselijke dingen, alle gruwelijke dingen, die worden alleen heel af en toe genoemd. Het gaat voornamelijk om dat onderzoek. Ik zou de film omschrijven als een bureaucratische thriller. En zoals je ziet, naar Amerikaanse standaarden was dit niet een grote film. En de film leverde ook niet zo heel veel geld op. Ik vond een waardeloze film. Echt waar, ik vond de film helemaal waardeloos. En alles wat erin voorkwam vond ik ook waardeloos. En wel om de volgende reden. Toen de martelingen gaande waren. Hè, en toen het echt in full swing was. Toen wist iedereen ervan. Iedereen wist dat het gaande was. Er werd al geschreven in de New York Times. Er werd al geschreven in de Washington Post. Er werden documentaires over gemaakt. Ook documentaires. Hier in Nederland. En wij hebben een minister gehad. Volgens mij was dat Remkes. Even kijken of dat hem is. Remkes, minister. Daar is hij. Johan Remkes, minister. Daar is hij. Deze meneer. Deze meneer die heeft ooit aan de Tweede Kamer uitgelegd. Ja, als mijn Amerikaanse collega, mevrouw Condoleezza Rice, zegt: wij martelen niet. Ja, dan moet ik dat geloven. Wat een vreselijk. Vreselijk intelligente meneer is dit. Hij is nu de acting mayor of The Hague. Maar goed, deze meneer die had zoiets van wat die Amerikanen mij ook vertellen. Zelfs als er 50 jaar geschiedenis is van extreme mensenrechten schendingen door Amerikanen. Ik bedoel, er is zelfs een torture manual. Waar Amerika, er is zelfs een school of the Americas, een soort torture school, waar allemaal Zuid-Amerikaanse militairen tien en tienduizenden heen gingen om te leren martelen. Er was een heel manual over hoe je mensen moet martelen. Kun je gewoon allemaal online vinden. Maar dan nog zegt Johan Remkes, ik weet van niks. Toen de martelingen gaande waren, toen hield iedereen zijn mond er eigenlijk over. Ik bedoel, je kreeg af en toe een artikel in de New York Times en Washington Post, maar Hollywood, de mainstream media, die wilden er niets mee te maken hebben. En die waren voornamelijk bezig met mooie actiefilms maken. Waar terroristen vermoord worden, et cetera. Zoveel jaar later, 2008, Obama aan de macht. Niemand wil er iets van weten. Ze probeerden zelfs dit rapport niet gepubliceerd te krijgen. En nu zijn we 20 jaar verder. Het is echt bijna 20 jaar verder. En dit is dan de eerste Hollywoodfilm die gaat over het onderzoek naar de martelingen. Maar de martelingen zelf, die komen heel, heel weinig aan bod. Gewoon een beetje to spice up de film. Er is wel een film uitgebracht door Hollywood in 2012. Dat is ook jaren na dato. Deze film gaat over de capture en kill van Osama Bin Laden. Deze film heet Zero Dark Thirty. Ik vond dit ook een hele goede film. En in deze film wordt wel heel veel gemarteld. En dat komt ook in beeld. En Hollywood werd vervolgens helemaal gek. Ze werden helemaal woest op de regisseur van de film. Van hoe durf je dat te laten zien? En die regisseur, zeuze, die mevrouw, die heet Catherine Bigelow. En mevrouw Catherine Bigelow die heeft toen uitgelegd: depiction, het laten zien van martelen, doesn't mean condoning. Met andere woorden, als ik het in mijn film laat zien, wil dat niet zeggen dat ik er een voorstander van ben. Maar wat gebeurde er? Zij kreeg hele speciale access voor het maken van deze film. Access bij de CIA. En de CIA legde haar vervolgens uit: door al dat martelen konden we Osama Bin Laden vinden. En dat blijkt achteraf allemaal compleet gelul te zijn. Nou, dan gaan we naar de spoiler review van de film. The Report. Goede acteurs zitten erin. Maar de film gaat feitelijk nergens over. We zien deze jonge onderzoeker met heel veel papier rondlopen, vreselijk zijn best doen, proberen antwoorden te krijgen en informatie te krijgen. En vervolgens zowel de CIA als de military roepen: dat is helemaal niet zo en daar werken we niet om mee en dit en dat. En we gaan hier niet om mee doen, want het is slecht voor ons imago. Ik denk dat het de bedoeling was om het imago van Amerika een beetje op te vijzelen. Zo van: kijken, we hebben een heel
onderzoek ernaar gedaan, et cetera. Die hele commissie van mevrouw Dianne Feinstein. Die was ook als dusdanig bedoeld. Het was echt niet een soort grote waarheidscommissie. Het was het opsommen van heel veel dingen die we al wisten. En het duurde jaren. Alvorens er 7000 pagina's lag. En die 7000 pagina's werden vervolgens niet gepubliceerd. Daar was dan nog wat gesteggel over. En toen werden er dan wel delen van gepubliceerd. Het is schandalig om te zien dat we na 20 jaar dan zo'n flutfilm krijgen. Waardoor we ons allemaal beter moeten voelen. Want we hebben nu dan een held. Een jonge, idealistische onderzoeker. Die gewoon de waarheid naar boven wil. En vindt dat dit niet langer kan. En ik wil best geloven dat deze acteurs, Adam Driver en de rest van de mensen die erin zitten, dat ze allemaal inderdaad heel erg anti-terrorisme zijn. Wie niet? Het is een Amazon original film, is het. Dus dat betekent made for streaming. Annette Bening vind ik een geweldige actrice. Zij speelt Dianne Feinstein. John Hamm zit erin. Ik vind hem ook een hele goede acteur. De acteurs doen hun werk zonder meer allemaal goed. En het is een vermakelijke film om 2 uurtjes naar te kijken. Maar als je echt iets wil hebben over de schandalen en de afschuwelijke torture in Amerika, door de Amerikanen en buiten Amerika, naar aanleiding van 9-11, ja, dan kun je beter iets anders gaan kijken dan dit. Het is een beetje whitewash, weet je wel. Kijk eens hoe vreselijk betrokken wij zijn bij mensenrechten. En kijk eens hoe geweldig we ermee bezig zijn. Het zou Hollywood sieren. Het had Hollywood gesierd. Als ze meteen vanaf 2001, als deze ellende begint, dit heel scherp en heel krachtig veroordeeld hadden. En dat is heel duidelijk en heel meetbaar niet gebeurd. En dat geldt niet alleen voor Hollywood, dat geldt voor alles en iedereen. Tot en met onze eigen minister aan toe. Als Condoleezza Rice mij vertelt, ik betaal altijd mijn belasting op tijd, dan moet ik haar geloven. En als Condoleezza Rice mij vertelt, ik laat nooit de lichten aan 's avonds, dan moet ik haar geloven. En als Condoleezza Rice mij vertelt, wij zouden nooit martelen, dat doen wij niet, dan moet ik haar geloven. Het is gênant, is het een beetje. En zoveel jaar na dato, ja, mij doet het allemaal niet zoveel. Het is een vermakelijke bureaucratische thriller. Maar ik zou zeggen, je kunt hem op de achtergrond aanzetten. Want alles wat erin gebeurt, ken je al. En heeft het zoden aan de dijk gezet, weet je wel, dat rapport over al die martelingen en al die misstanden en al die mensenrechten schendingen. Het antwoord is natuurlijk absoluut nee. Amerika gedraagt zich nog steeds als een soort wilde man die kan doen en laten wat ze willen. En ik persoonlijk zou nooit nergens niet te maken willen krijgen met het Amerikaanse Justice Department of Homeland Security of Amerikaanse militairen. Omdat ik ervan uitga dat ik dan vreselijk gemarteld zou worden. Want dat is het enige wat deze mensen aan het doen zijn geweest generaties lang. Weet je, het is teleurstellend, is het een beetje. Ik had er meer van verwacht. Zonder meer een vermakelijke film. Het wordt goed ingeacteerd. Het is een goed verhaal natuurlijk. Maar ik ga het klassificeren als een whitewash. Het is Amerika die hun imago een beetje probeerde op te krikken. En Hollywood die hun imago een beetje probeert op te krikken. Voor zover ik weet is dit de enige film die erover gaat naast Zero Dark Thirty. De enige mainstream films die erover gaan. Deze film liet het op een hele gruwelijke manier zien. Maar verkocht ons min of meer het idee van torture werkt. Want dan krijg je allemaal antwoorden. En dan kun je Osama Bin Laden vangen. En de film wekt heel erg de indruk dat
het zinvol is om mensen te martelen. Want we deden het alleen maar om Osama Bin Laden te vangen. Totale onzin. Want Amerika is het al jarenlang aan het doen. En deze film gaat dan over het onderzoek en het feit dat de CIA en de militairen er niet aan meewerken. Ik vond het, het gewoon een shitfilm. Maar vermakelijk voor op de achtergrond. Ik vraag me trouwens af wat mevrouw Halsema zou zeggen als Condoleezza Rice haar vertelt, wij martelen niet. Zou ze dan net zoals Johan Remkes zeggen, als Condoleezza Rice tegen mij zegt spring, moet ik zeggen hoe hoog? Of zou ze wat meer ruggengraat vertonen? Nou, ik denk het laatste. Onze burgemeester is een mensenrechtenactivist en martelingen en mensen onterecht opsluiten en mensenrechten heeft zij, dat is allemaal niks. Voor haar mensenrechten heeft ze heel hoog in het vaandel staan, al 10 jaar lang. Ik denk, weet ik natuurlijk niet, maar ik denk dat zij niet zo slap zou zijn als meneertje Johan Remkes, die klakkeloos gelooft wat Condoleezza Rice hem vertelt, terwijl er stapels en stapels bewijs van het tegendeel is. Ik heb geen idee of burgemeester Halsema zich ooit heeft uitgesproken tegen Gitmo en de dark sides en dat soort dingen. Het lijkt me haast van wel. Ze was toen een parlementariër. Ik heb geen zin om dat allemaal uit te gaan zoeken. Mevrouw Halsema, deze film, die kunt u overslaan. Misschien als je een keertje verveelt, weet je, zet je hem aan op de achtergrond, terwijl je, weet ik niet, iets anders aan het doen bent. Spelen met de kat. Of, weet ik niet, je haar aan het wassen bent. Of, weet ik niet, een afwas aan het doen bent of zo. Maar je kunt hier makkelijk stukken van missen, want zoveel spannends gebeurt er niet. En het is een mediocre bureaucratische thriller die 20 jaar te laat gemaakt is. En als jij films wilt maken waar martelen aan de kaak gesteld wordt, dan kan ik me heel veel beters voorstellen dan dit. Nou, dat was hem weer. Tot de volgende keer.